dat je kijkt naar deze video. In deze video kun je zien hoe ik onze slaapkamer aan ga pakken. Ja, een paar weken geleden is er een video op mijn kanaal verschenen waarin ik je uit heb gelegd dat wij heel het huis weer aan gaan pakken. Wil je daar meer over weten, kijk even die video. Dat is een paar weken geleden online gekomen. De kamer van Noor hebben we al 2 keer aangepakt. 1 keer toen het de babykamer moest worden en ze heeft nu een peuterkamer gekregen. Ook die video's staan op mijn kanaal. Maar goed, in deze video dus onze slaapkamer. Zoals je ziet, ik ben al een klein beetje begonnen. Ik was het helemaal beu. Ik ga je eerst laten zien hoe het er op het moment uitziet. En dan ga ik beginnen met het behang verwijderen. Nou, en hier kom je dus de slaapkamer binnen. Daar is de deur. Daar zit ook een spiegel op. Die we eigenlijk haast nooit gebruiken. Maar goed, we hebben hem wel op zitten. Dit is de eerste wand. Die blijft gewoon wit. En daar zie je wat letterbakken aan hangen van de Action zijn die. Dan zie je de muur waar je dus bijna direct op kijkt als je binnenkomt aan de linkerkant. Je ziet ons bed, dat is van de IKEA, dat ken je misschien wel. En ons hele drukke hortensia behang. En zit er op de muur. Nou was de muur toen ik hier kwam wonen donkerblauw. Toen hebben we hem zelf bruin geverfd, dat kun je hier al een beetje zien. Maar ja, een paar jaar later was ik dat beu en is dus dat hortensia behang erop gekomen. Maar goed, hier staat dus verder het bed, het kastje, dus nachtkastjes aan die kant, dan heb je een heel groot raam. En dan hebben we hier nog een muur waar een kastje staat met al onze sokken en zo erin, met de tv en daar ook weer dat mooie hortensia behang. En je ziet 2 dressboys, links daar ligt de kleding van William en rechts hang ik altijd mijn kleding op. En ja, dan kom je hier weer terug bij de deur. Zoals je achter me ziet, heel het behang is eraf. Ik heb het proberen te filmen, maar volgens mij sta ik er niet echt helemaal goed op. Ik moest nog best doorwerken met dat stoomapparaat, want ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Deze hele muur heb ik denk ik misschien in 10 minuutjes, een kwartiertje voor elkaar gekregen. En ik had verwacht dat ik daar veel langer mee bezig zou zijn. Maar dat is alle tijd die ik voor vandaag heb. Ik ga nu voor nu even afsluiten, maar zo dadelijk ga je meteen zien dat ik verder ga met de andere muur. Maar dat is dus voor mij op een andere dag. Maar voor jou komt hij er nu aan. Nou, de tweede muur is ook gedaan. Viel iets meer tegen dan de andere, maar eigenlijk nog steeds zo voor elkaar gekregen. Het behang afhalen is klaar. Daar ben ik heel blij om. Nu kleuren uit gaan kiezen en het volgende shot wat je gaat zien is het verven. Zo, het is tijd om te schilderen. Ik heb de muren even een paar dagen, nee wat zeg ik, een paar weken, want het is een paar weken later opgenomen dan dat ik mijn behang af heb gehaald. Maar ik heb de muur dus even de tijd gegeven om weer wat te drogen. En vandaag heb ik tijd gehad om verf te halen en ga ik dus de muren verven. Ik heb weer gekozen voor dezelfde verf als waar we Noor haar kamertje mee hebben gedaan en de benedenverdieping. En die is dus van de Gamma Color Collection en we hebben gekozen voor de muurverf extra. Deze is geschikt voor zowel binnen als buiten, heb ik begrepen. Droge als vochtige ruimtes en we zijn er al achter gekomen, hij is dus ook afwasbaar. Dus we hebben nu voor deze gekozen. Ik heb 2,5 liter gepakt. Dat zou voldoende moeten zijn voor 22 vierkante meter, dus
Ik hoop dat één keer genoeg is, maar we zullen het gaan zien. Dat is deze in ieder geval. En ik heb een kleurstaaltje bij de Hornbach gehaald. Maar wat nou het mooie is, bij de Gamma kunnen ze dus ook gewoon kleuren van andere bedrijven mengen. Andere bouwmarkten, Flexregister, Sikkens, kan allemaal. Wij hebben nu gekozen voor de Hornbach. En dan komt het cijfer 901902. Dat is een groene kleur. En je gaat hem dus daar ook op de muur zien komen. Dus ja, deze ga ik gebruiken. En ik ga nu verven. Maar hij is al heel mooi egaal aan het opdrogen. En ik ben echt super blij met de kleur. Ik moet heel even kijken. Ik zag volgens mij nog een paar kleine bruine plekjes er doorheen komen. Maar ik weet niet of dat nog genoeg is om er een tweede keer overheen te moeten. Maar dat ga ik verder niet meer in deze video laten zien. Eén keer schilderen is volgens mij voldoende. Je weet hoe het werkt. Ja goed, hij is nu dus aan het drogen. Nou, de verf van de Gamma die ik je heb laten zien... Zo verf. Als je echt zelf nog een keer moet gaan teksten, ga die verf halen. Want hij is zo verschrikkelijk fijn. De rollen die ik gebruikt heb. Ik dacht dat ik de vorige keer met de woonkamer ook een roller van de Action had. Maar dat was dus niet. Die roller kwam van de Gamma. Deze roller die ik nu had kwam wel van de Action. En hij spettert en hij doet en hij trekt de verf weer van de muur af. Dus nee, de volgende keer toch maar echt een andere roller dan die van de Action. Ik vind die van de Action niet fijn werken. Maar goed, de verf zit er tegenaan. Dit is het einde van deze video. Er komt ook nog een video online dat ik de slaapkamer opnieuw ga decoreren. Dus er komt nog een deel 2 van de slaapkamer makeover. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je zoals altijd hieronder kwijt. En mocht je het leuk vinden om op de hoogte gehouden te worden wanneer ik een nieuwe video upload, druk even op abonneren en op het belletje. Dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe video op staat. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot een van mijn volgende video's. Doeg!